In juni zal het vervolg IMF-programma voor Suriname naar de board van de organisatie gaan voor goedkeuring. Dit zei minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. IMF heeft al een publicatie gedaan van hun bevindingen van het bezoek. En het komt erop neer dat zij aangegeven hebben dat wij goed op weg zijn met de uitvoering van het programma. Hier en daar hebben we wat vertraging, maar we zijn goed op weg. En de uitkomst is dat er een staff-level agreement is bereikt tussen de twee teams, het IMF-technisch team en Suriname. En dat is voorwaarde om het programma verder naar de board van IMF te brengen. Dat zal, als ik me niet vergis, eind juni gebeuren. En dan keurt de board goed wat de twee teams overeengekomen zijn. En dan vindt de volgende tranche plaats. Achaibesching zegt dat er met het IMF gesproken is over een aantal zaken. Vooral de nadelige gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waarmee Suriname geconfronteerd wordt. Daar is naar geluisterd en we hebben wat zaken kunnen afspreken waar ik in een later stadium mededeling over moet doen, omdat we het nog moeten presenteren in de Raad van Ministers en het tripartiet overleg. Onder andere de verhoging van de EBS-tarieven van 25% die doorgevoerd zou moeten worden, daar hebben we andere afspraken over gemaakt. Maar ik wil daar later op terugkomen. De minister deelde ook wat informatie over de 19,5 miljoen euro die in Nederland bevroren is. Hij zei dat Suriname niet over het geld kan beschikken zolang de rechtszaak in deze kwestie nog loopt.